Weet je, wij zitten in het donker. En omdat wij in het donker zitten, denken zij dat wij niet weten dat het gevecht van Bader en Rico doorgestoken kaart is. Geen van beiden mocht verliezen. Rico moest de onbetwiste wereldkampioen blijven. En Bader, de king zonder kroon, die zogenaamd achtervolgd wordt door pech. Uiteraard zal de organisatie dit nooit toegeven. En het is wel zo dat Bader blessure gevoelig is. Maar deze keer was het niet moeilijk om het door te prikken. Het was gewoon een commerciële stunt. Kassa zegt de organisatoren. Ja, en jij zit thuis een beetje te denken. Ah, oh, zielig, die Bader hij heeft weer pech. Nee, mensen, dat is allemaal in scène gezet. Rico, je bent een goede acteur. Bader van jou wisten het wel. Ja, wat levert het op, hè? Nou, die jongens hebben veel geld verdiend. En de organisatie ook. En wij zitten met de gebakken peren van wij wilden gewoon een goede wedstrijd zien. Een eerlijk gevecht. En op het moment dat je denkt, hé, hey, deze keer gaat Bader winnen. En ineens heeft die pijn, au au au! Die trap van bader was gewoon een wilde trap. Allemaal geregisseerd. Dit is geen fake nieuws. Zo denk ik erover.